Jullie hebben als enige GroenLinks de roze stemwijzer ingevuld. Wat willen jullie ermee zeggen? Nou, we willen laten zien, het was een vragenlijst van het COC landelijk. Met echt, nou ja, een waslijst aan vragen over thema's die rondom homoseksualiteit spelen. Bijvoorbeeld in de zorg, de nieuwe zorgtaken die je krijgt. Hoe je daar als gemeente mee om wil gaan ten opzichte van, nou ja, mensen met een andere seksuele voorkeur. En nou ja, we hebben die ingevuld om te laten zien dat dat thema bij ons belangrijk is. En om onze standpunten daarin aan te geven. En we schijnen de enige te zijn. En waarom is dat het geval dat jullie denken de enige zijn? Geen idee. Ik neem aan dat iedereen hem gekregen heeft. Ik denk wel dat het van ons uit laat zien dat de thema's die voor ons speelt. Hè, als je ziet, bijvoorbeeld nog steeds op de sportvelden. Ik heb zelf een initiatiefvoorstel gelijke behandelingsbeleid ingediend. Het ging onder andere over seksualiteit in de sport. Dan heb ik met mensen van sportverenigingen gepraat die zeggen, ja, bij ons kan dat gewoon, dat is geen probleem. En dan vraag ik daarna, ja, je hebt een elftal, een vast meerdere. Hoeveel van die mensen daar komen er nou voor uit dat ze anders geaard zouden zijn, want het zou ongeveer 1 op de 10 moeten zijn. Nou ja, ik heb ze nog niet gehoord. Jullie zijn naar die sportverenigingen gegaan. Hoe wordt het door de politieke partij opgepikt? Uiteindelijk heeft de hele raad met mijn initiatiefvoorstel ingestemd. Dus dat was mooi. Dat is nu precies een jaar geleden ongeveer. Dus ik ga, nou ja, het is nu verkiezingstijd, maar ik denk dat ik als de verkiezingen geweest zijn ook even weer om een update ga vragen hoe het ermee staat. Dus iedereen ondersteunt het wel. Maar ja, het gaat meer om een papieren meer dan om een papieren werkelijkheid natuurlijk. Het gaat erom dat er echt dingen gaan gebeuren. Dus daar wil ik ook de aankomende jaren achteraan blijven gaan. En wat voor soort dingen hebben we het dan over? Wat moet gebeuren? Nou, bijvoorbeeld op de sportvereniging dat je echt een veilig klimaat creëert. Waar niet, homo als scheldwoord, dat klinkt allemaal niet zo heel erg. Maar het geeft geen veilige sfeer aan op je velden bijvoorbeeld. Er zijn sportverenigingen die hele duidelijke afspraken hebben gemaakt. Van als je je niet weet te gedragen, krijg je een schorsing of je moet even weg. Of die in ieder geval dat thema ook bespreekbaar maken in hun club.